Hartelijk welkom, kijkers, bij weer een nieuw avontuur, een nieuwe sessie die op het punt staat om te beginnen. Ik ben hier in Noord-België samen met Stefan de Hond. Hallo. We vissen hier op kanaalke 2, een water van Gills en Scales. Water hebben we helemaal tot onze beschikking. Dus met z'n tweeën hebben we voldoende ruimte tot onze beschikking. Het is prachtig weer, we zitten aan het begin van de zomer, we hebben een mooi weekend voor de boeg. Nou, Stefan, heb je er een beetje vertrouwen in? Ik zeker, Mark. Bij aankomst direct op de stek een mooie vis zien springen. Dus dat geeft al vertrouwen. Ja. Ze biedt op het water eventjes gaan, de stekken nog eens even controleren. En dan denk ik dat we kunnen beginnen voor te vissen. Ja, precies. Ja, we hebben het spul rustig opgezet de afgelopen paar uur. Even goed kunnen observeren. De rigs zijn beaasd en klaar om uitgevaren te worden. We zijn er klaar voor, hè? Ja, moet wel goed komen. Het gaat in ieder geval een mooi weekend worden. En een paar vissen erbij, dan wordt het helemaal top. Dat zal tof zijn, hè? Oké. Okay. Succes. Succes, man. Ik heb de bodem even afgetast met lood. Die is over het algemeen vrij zacht, maar her en der zijn toch harde plekjes te vinden. En één zo'n hard plekje ligt net op de hoek van het riekraakje, zeg maar. Ja, het is heel ondiep, ik denk een centimeter of 40 misschien. Ik verwacht toch dat de vis daar wel langs zwemt. Een paar schepjes losvoeren omheen, niet te veel. We gaan eerst eens kijken of de vis echt actief is, of ze daar langs trekken. Ik ga hem op de steun leggen. Ik had daarvoor ook al een ander plekje gevonden. Daar gaan ze de tweede hengel naartoe. En dan zullen we nummer 3 even de overkant aftasten. Zien wat daar te vinden is. Ja, de mix die ik hier ga gebruiken is wat van alles. Hoor. Ik heb vooral kemptijgenoten, een mix van tarwe, maïs, kleine bolies. Bolies die ik verhakkeld heb, grote bolies. Om toch zoveel variëteit te hebben en zo de vis toch te kunnen houden. Ook heb ik daar liquid bij gedaan. In mijn geval is dat een bekeriel, omdat ik ook met de bekerielbolies vis van DLR Baits. Voor toch een extra smaak aan te brengen en een aantrekking te krijgen op de plek. Dus we zullen zien dat deze helpt. En we hebben toch 3 dagen tijd voor een vis te kunnen vangen. Dus ik hoop dat ik op het einde van de dag toch nog iets kan laten zien aan jullie. Negen 's avonds. De zon staat straks op het punt om achter de bomen te gaan verdwijnen. We zien best wel wat activiteit van vis. We hebben echt de overkant goed verkend, plekjes opgezocht om de hengels te positioneren. Goed gezocht naar mooie, harde, schone stukjes bodem. En de afgelopen uren zien we best wel wat activiteit. Er zijn toch een paar vissen springen. De rietstengels die heen en weer schudden, waar de vis zich een weg door het riet banen. En wat bellenspoortjes, dus ja, het kan eigenlijk niet anders dan dat we de komende uren toch wel iets van activiteit gaan zien. Wat we hebben begrepen van de B-lift is dat 's middags wordt er niet zo vaak vis gevangen, maar 's avonds is toch wel een periode dat ze beginnen met azen. Ja, vanmiddag was het ook erg warm. We hebben een lekker kleurtje opgedaan, we hebben goed aan de zomerlook gewerkt. En het begint nu wat af te koelen. Het moet gewoon goed gaan komen. Er moet gewoon een visje af gaan komen straks. En misschien wel een paar. We gaan het zien. Het is voor ons allebei nieuw. De eerste keer dat we hier vissen. Dus ieder aanknopingspunt is straks meegenomen. Vangt er een op boilie of op veelvoer of op particle. Dan kunnen we daarop inschakelen. En hopelijk nog wat beter vervolg geven.
First blood, zwaar bevochten. Maar hij kwam in het net, de eerste vis. Hugo en ik zaten wat te kletsen achter de hengels. We zien in één keer de middelste waker rustig mogen lopen, een paar piepen. Nou, ik kon gelukkig snel reageren, maar desondanks zat de vis toch al een stukje door het riet geweven. Dat maakt het toch wat lastiger om op te halen, maar goed. Met de boot en wat geduld komt hij uiteindelijk toch los. Haak zit mooi voorin, helemaal er doorheen. Die was nooit, never niet losgeschoten. 10,1 kilo. Nou, ik ben erg blij met deze vis. Prima, prima eerste resultaat. Dat belooft nog wat. Kijk, heel goed. Mooie, ja, eigenlijk een oervis. Misschien wel een vis van het oude bestand. Zullen we even moeten checken bij de B-lift of de eigenaar. Dat zal wel gaaf zijn. Rust is wat wedergekeerd. Altijd spannend zo'n eerste vangst van een sessie. Maar de kop is eraf. Mooie vis om mee te beginnen. Belooft nog goeds voor de komende anderhalf dag. Ik heb de rig weer beaasd. Met een wafter. Een mooie uitgebalanceerde presentatie die precies zinkt op gewicht van de haak. En dan mooi op de haakpunt op de bodem staat. Ik had hem een stukje in het riet gelegd. Echt tussen de rietstengels. Dat maakt het ook zo lastig om de vis eruit te halen. Maar goed, met een boot komt het vanzelf weer goed. Ik ga hem nu uitvaren. Ik heb een emmertje met wat voer, wat hele en gebroken boilies. Een handje tijgenoot en een handje hennep. En ik ga hem nog op zijn plek leggen. Deze nacht is eigenlijk geen actie gehad. Deze morgen te vroeg opgestaan, zowel Mark als ik. En we hebben toch op verschillende plaatsen vis kunnen spotten. Dus we hebben onze tactiek een beetje moeten aanpassen voor deze vandaag. Vandaag toch. En binnen een half uur denk ik dat we de hengels gaan verleggen. Op de plaatsen waar we vis hebben gezien. Naast de rietkraag is een grote struik. En daaronder komt de vis altijd vandaan. Dus ze zwemmen achter het riet aan. Zo naar de struik en daar komen ze dan in open water. Dus we hopen dat we langs daar kunnen opvangen. En hopelijk dat ons plannetje nu wel lukt. Het blijkt toch een ontzettend taai watertje te zijn. Ondanks dat het niet groot is en je eigenlijk altijd in de buurt van vis moet liggen, is het ons nog niet gelukt om een volgende aanbeet af te dwingen. Stefan en ik hebben wel de hele ochtend goed geobserveerd. Kijken waar we nog visactiviteit zagen, waar we vis zagen zwemmen of riet zagen bewegen. Ik heb zelf aan mijn kant gekeken of ik daar vis onder de kant zag liggen. En ik zag een groepje karpers tussen de waterplanten. En het zijn een hele dichte waterplanten, dus er zit wel opening in. Dus ik ga daar zo'n nieuw richtje naartoe varen. En dan beaast met twee tijgenootjes. Gewoon een heel simpel kort richtje. De bovenste tijgenoot heb ik drijvend gemaakt met een stukje kurk. En een gaatje wat ik geboord heb. Dan ga ik een papje overheen voeren van wat gemalen tijgers, gemalen boilies, wat tijgerslijm en een handje hennep. Dat er eigenlijk weinig concreet voedsel ligt en deze twee tijgenoten eigenlijk het enige zijn wat ze daar kunnen eten. Ik hoop dat ik de vis niet te veel zal verstoren, dat hopelijk nog een aanbeet op zal leveren. Gealarmeerd door een Siri Piep op de rechterhengel. Ik sprint naar de. Oh! Shit, ik wilde net vertellen. Ik stond bij de hengels omdat ik op de rechter een Siri Piep kreeg. Dus ook wat roofvis voor de kant aan het jagen. Dus ik vermoed dat dat het is geweest. En ik sta bij de hengels en de linker die vertrekt. En nou ja, het begint te drillen. Hij is mooi vrij uit de
planten. We lopen een stukje hier naartoe. Het is een mooie spiegel, kon ik zien. Een grote schub op zijn schouder. Nee, niet 5 meter voor de kant schiet hij los. Oh, damn it. Nou, Stefan, het is inmiddels halverwege de avond. We hebben heerlijk gegeten. Zeker en vast. Absoluut goed geregeld. We hebben nog een nodige actie gezien vandaag. Hoe zou jij de dag willen samenvatten? Mooi weer gehad. Ja. Spijtig van die 2 vissen die je hebt moeten lossen. Ja, ja. Ik bal er zelf ook van. Actie was er wel langs de kant. Langs mijn kant wel een paar vissen gezien, maar de beet kunnen we niet forceren blijkbaar. Nee. Naarmate het avond wordt, zien we toch meer actie. Hè. De vissen beginnen wat meer te springen precies, ja. Toch? En ook wat meer dan gisteren, hè? Ja. En, dat is wel overduidelijk. In de loop van de middag kwam er ook een redelijk dik wolkendek over. Het leek als even alsof het wat ging regenen of misschien zelfs onweren. En dat was ook wel een moment dat we toch in beweging van de vis zagen. Dus ik put er hoop uit voor vanavond en vannacht. Ik heb er ook wel het vertrouwen in dat het vannacht nog wel eens zal aflopen, denk ik. Ja. Wat me wel echt opvalt is dat de vis echt wel heel dicht in de kant zit. In het rietkragen. Ja, dressuur is hier echt op het hoogste niveau eigenlijk. Ja, je ziet dat hier continu waarschijnlijk overwegend tegen de overkant gevist wordt. De vis is echt wel op zijn hoede. Het is echt vierkante meter werk. Maar goed, we hebben een aantal hengels wat verplaatst. Vooral ook gezien de activiteit die we gisteren en ook vanochtend hebben waargenomen. Ja. Ja, meer dan dit kunnen we niet doen. De hengels goed gepositioneerd, daarna zoveel mogelijk rust. En hopelijk loopt er nu een van de hengels nu terug af. Hè? Ja, dus, precies. Die dat nou jouw beurt wel is. Ik hoop het, want doe het maar eens de vis zit er wel, maar nu is het juist nog een aanbeet kunnen krijgen en verzilveren. Hè. Doe het maar een keer voor, hoe het ook alweer gaat om een vis ook echt te landen. Ik sta natuurlijk 1-0 achter van het België-Holland. Hè. Het zit er toch altijd nog in. Dus, laat gezonde competitie ons maar motiveren om er het maximale uit te halen. We gaan ons best doen. Absoluut. De sling moet dus subiet nog afgetrokken worden. Nog eens even bewegen. 13-3. Dan gaan we straks de sling aftrekken. Deze morgen om 3:30 kreeg ik een zakker. Na 2-3 minuutjes verloor ik het contact ook terug met de vis en spijtig nog mijn losser. Dan heb ik om 3:30 terug de boot met de teleboot uitgevaren, omdat ik echt geen lawaai wilde maken met de gewone boot. En binnen 30 minuten liep deze terug af, met gevolg deze mooie schub. Ook voor de eerste maal gedrild met de Horizon X5 hengels. En die bevallen mij echt super. En dit is super. Deze vis had zijn eigen ook dan nog eens vastgezwommen, daar kreeg ik er ook nog eens bij natuurlijk. Maar het kwam toch los en met deze mooie resultaat super blij mee. Dus op naar de volgende zou ik zeggen. Zo, de rig is terug in orde gemaakt. Strak zal ik misschien eens laten zien op welke rig ik heb gedaan. Maar we gaan proberen zo snel mogelijk terug op de plaats te liggen voordat het licht gaat worden. En misschien hebben we dan nog kans voor een visje mee te pakken. Ik leg eerst mijn rigje in de teleboot. En dan doe ik eerst krill boilies en Ocean 7 boilies in. Er zijn 15 mm, 20 mm, halve, zo van alles een beetje. Dan een mix van particles. En dan heb ik een paar vorige week de boilies, die ik er ook nog bij doen. En dit geheel gaat nu terug onder de boom. Waarom gebruik ik nu mijn teleboot? Het is ten eerste minder lawaai dan ik de grote boot ga gebruiken. En ik weet nu met zekerheid dat daar onder de bomen daar heel proper is. Dus we gaan zien dat we hem terug daar kunnen krijgen. Hè.
nu in 4:15, 5:00 's morgens. Het begint net een beetje licht te worden. Deze hengel is net afgelopen die ik voor het kantje had ingelegd. Ik was toch niet helemaal happy mee dat alle hengels aan de overkant lagen. En ik toch regelmatig lijnzwemmers. En ik had zoiets, ja, dan moet er ook vis dichterbij langs zwemmen. En daar moet ik dan maar van profiteren. Dus ik heb deze mijn onderhandsworpje vlak achter de wiergordel en ook net achter het talud ingelegd. Twee handen boilies erover. En nu net een paar uur later loopt hij af. Erg blij mee. Het is een lekker gevecht, lekkere drill. Mooi sterke vis. Nou, mooi punt gaaf. Wat grote schubben. Heel bleek, net als die schub ook die ik gisteravond had. Eergisteravond eigenlijk. Hij is ongeveer 13 kilo. Ik heb hem met sling gewogen, was hij 15,1. Dus, nou, doet er ook niet echt toe. Het is gewoon een mooie spiegel die best wel wat potentie in zich heeft. Brede schouderpartijen, dat is echt breed vlak achter de kop. Andere kant van de vis. Hij heeft een recente kras op. Misschien gevangen tussen de takken of iets dergelijks. Of het is nog van de paaier, dat kan ook natuurlijk. Ik heb de vis gevangen en eigenlijk ook die vis van eergisteravond op een beetje een speciale rig. De slipdierrig. Ik heb hem niet zo vaak, denk ik, in de bladen of filmpjes voorbij zien komen. Een vis die ik van een Engelsman heb gezien, geleerd, gelezen. En ik zal jullie straks voordoen hoe je die knoopt. Helemaal goed, helemaal goed. Wat een mooie dag. We bevissen hier op kanaalke 2 een water met een vrij zachte bodem. Daarnaast gaat het hier om vissen die dag in dag uit worden bevist. En dus echt wat klappen van de zweep kennen. Door de dressuur zullen ze toch aan standaard rigs wat moeilijker te vangen zijn. Vanwege die twee factoren gebruik ik graag een wafter als haakaas. Die zorgt er aan de ene kant ervoor dat de presentatie mooi uitgebalanceerd op de bodem ligt. En als er een karp het haakaas opzuigt, dat die vlot mee naar binnen komt. En dat de haak dus ook niet diep in de troep zal zakken. En ik gebruik daarvoor de slip die rig. Ik heb beide vissen die ik dit weekend heb gevangen daarmee op de kant gekregen. En ik zal jullie laten zien hoe die werkt, hoe die geknoopt wordt. Zoals gezegd een Sisimor Odyssey XXX wafter. En dus vormt een mooie combinatie met de Edges Medium Curve haak. Dat is mooi, zorgt mooi dat hij zo op de bodem komt te liggen op de haakpunt. Dat is een goede combinatie. Het is een maat 5 haak trouwens. Een slip D wil eigenlijk zeggen schuivende D. Wat je doet is van het onderlijn materiaal maak je een hele grote D en de ring die kan daar overheen schuiven. Ik vind het wel fijn dat in ieder geval het haakaas dicht op de haak zit en dat het vrij kan bewegen. Dat zijn voor mij de twee belangrijkste factoren. En de Edges Medium Curve haak heeft een hele wijde bocht en is daardoor een agressieve prikker. En verder zou je er een stukje krimpkous op kunnen doen, kies ik niet voor, is niet per se nodig. En hij is heel makkelijk te knopen daardoor. Ik gebruik armadillo onderlijnmateriaal, dat is net even ietsje stugger dan het meest soepele onderlijnmateriaal, maar soepel genoeg voor deze rig. Ik vind het ook fijn dat het ietsje stugger is, waardoor die D goed zijn vorm behoudt. Een stukje putty erop gekneed om het netjes tegen de bodem te houden. Een lusje aan het uiteinde en een tungsten micro anti-tangle sleeve om straks aan de wortel te bevestigen. Dat is het eigenlijk. Ja, ik stond juist uit te leggen met mijn maat Dirk. Dat plots mijn rechter engel tegen de lelies, die had al 2 dagen er ligt. In één keer bijna uit de rotpot werd getrokken. En na een korte hevige drill toch deze mooie schub kunnen vangen. Onverwachts. Dus, gedaan. Op de 360 graden rig met de oranje pop-up erop. Er ligt al makkelijk al 48 uur daar toch. En weinig beweging zien en toch uit het niets dat deze vertrok. Dus toch een goede beslissing genomen voor daar alles te leggen. Ik denk dat het ver 11 uur is, denk ik nu. Ja, dus, eind van de ochtend inderdaad. We gaan stilaan naar het einde van onze sessie ook. Dus als we kunnen afsluiten met zo'n mooie vis,
Dat is zeker meegenomen. Zo, uit het niets. Toch nog ineens weer een run. We hadden de vis van Stefan net teruggezet. Eigenlijk al dachten we, nou dat is het. Prima resultaat. Maar de vis hier is onvoorspelbaar. Deze plek aan de overkant die de afgelopen 48 uur niks heeft opgeleverd. Ik had hem gisteren wel weer in mijn uitgevaren, maar wel op hetzelfde plekje. Levert nu om één keer een aanbeet op. Net als bij Stefan eigenlijk. Mooi schubje. Hetzelfde type vis als hij, ongeveer hetzelfde formaat. Hij is lekker aan het knokken, laat hem rustig zijn rondjes draaien tot hij moe is en geschept kan worden. Kom maar jochie, constante druk, zo min mogelijk kans op losses. Daar heb ik gisteren al iets te veel ervaring mee opgedaan, meer dan ik eigenlijk graag wil. Dus geduld is hier in een schone zaak. Hoppakee. Nederland-België, 3-2. Kijk, mooi vechtersbaasje. Prachtig vis om de sessie mee af te sluiten. Dezelfde categorie, dezelfde slag als die van Stefan. Kon een broertje zijn, misschien wel zelfs van dezelfde uitzetting. Wie weet. Nou, vrij jonge vissen. Nog mooi gaaf. Voldoende groeipotentie. Dat is wel de toekomst van het water. Ik ben erg blij mee met deze vis. Toch nog met 3 vissen weten te eindigen. En ja, het blijft een heel tricky watertje. Het is erg lastig te voorspellen, lastig te doorgronden. Waar we nu wat puzzelstukjes op hun plek kunnen leggen. Maar ja, gewoon heel interessant. Ondanks dat het niet zo groot is, heeft het voldoende uitdaging. En kun je allerlei trucjes toepassen om de vissen te verleiden. En er zitten prachtige vissen. We hebben nu wat gemiddeld op wat kleinere vissen mogen landen. De uitdaging om te proberen om wat grotere te pakken te krijgen. Top, helemaal goed. Heerlijk gevist. Naast dat we natuurlijk onze uiterste best doen om een paar mooie vissen te vangen en daar onze materiaal op afstemmen, is het ook wel fijn om een beetje comfort te hebben aan de waterkant. Voor deze sessie, voor dit weekend, heb ik gekozen voor de Easy Dome en de One Man Maxi uitvoering. Easy Dome, de naam zegt het al, dit is een ontzettend eenvoudig op te zetten tent. Het is een kliksysteem van baleinen wat samen te vouwen is tot één pakket. Hij heeft een vaste binnentent. De voorkant heb ik er nu uitgeritst. En die kun je er nog weer in ritsen voor meer beschutting, dat je ook aan de voorkant waterdicht is. En nou juist nu, voor deze omstandigheden, het is nu warm, er zijn veel muggen, heb ik de voorkant en muggen gaan ze helemaal dicht. En de achterkant zijn ventilatiepanelen die je open kan doen, zodat die lekker doorlucht. Ik heb vannacht lekker koel geslapen en geen muggen binnenin, dus ja, gewoon perfect. Ideaal voor dit soort omstandigheden. Zo'n merk, België-Nederland 2-2. Een fijn weekend gehad, denk ik. Ja, nou, het wordt niet helemaal 2-2. Had ik je nog niet verteld. Ik heb net nog een leuk schipje erbij gevangen. Proficiat zou ik zeggen. Dankjewel. Ja, nee, de middelste hengel die vertrok nog. Terwijl we ook een beetje vis aan het observeren waren. En een vergelijkbaar visje als jij had vanmorgen. Mooi gaaf schipje, kilo op 8. Dus 3-2. Ja. Sorry, kon het niet laten. Een fijn weekend gaat hier. Ja, zeker. Een watertje voor zeker eens terug te komen. Niet gemakkelijk. Nee. Maar we weten nu waaraan en waaraf moeten, denk ik. En we zullen wel eens terugkomen, denk ik. Ja, dat moeten we zeker een keer doen. Het is een mooi stukje natuur. Ja, je weet dat de dikke vissen zwemmen. En op een klein oppervlak kennen die vissen natuurlijk ieder hoekje en gaatje als een broekzak. Dus dat is best wel een uitdaging om ze te verleiden. We zitten nu ook midden in het visseizoen. De vissen hebben de nodige maanden hengeldruk al voor hun kiezen gehad. Waardoor ze toch wat lastiger vangbaar zijn. Wat wel is opgevallen, dat er heel veel kleine vissen toch in het riet zaten. Ja. De grotere hebben wij niet kunnen lokaliseren eigenlijk. Nee, ook niet. Ze zien rollen of iets eigenlijk. Nee. Dus dat viel wel eigenlijk op voor dit dressuurwater. Maar zouden we zeggen, volgende keer beter waarschijnlijk. Ja, nou, je ziet wel dat we al observerend en discussierend dat we wat patronen beginnen te herkennen. En, dus... en dat levert op de tweede dag toch vis op voor ons. Ja, dus... een prima eindsprint ingezet. Ik vond het super gezellig. We hebben leuke vissen gevangen.
elkaar mooi kunnen helpen ook met zeker de vissen. Zeker en vast. En ja, ik vond het geslaagd. En hopelijk jullie kijkers ook. Was het leuk en ook interessant om te zien. En nou, wellicht nog wat tips links en rechts meegepikt. En tot ziens bij ons volgende avontuur. Tot de volgende keer.